Hey de Bills! Wauw, dat was fucking baas. Linda zit in trap. Misschien hier gaan ze. Oh wacht, alsjeblieft dat ik daardoor kan. Alsjeblieft dat ik daardoor kan. Auto is een beetje. Beetje beschadigd, maar ja, daar zien ze. Zo, precies achteruit. Dan schuur ik langs al die muren. Laat maar, lukt dan niet meer. Het is irritant dat die rechterkant is niet echt egaal. Oké, okay, dat is helemaal gunstig. Ik kan er niet door. Daar ben ik dus wel. Fuck. Oké. Okay. Dus. En nou? Dan kan ik er dus niet uit. Even kijken nog. Heel even aan die kant. Zo, daar kan ik daar net. Ja, daar kan ik langs. Ik vind die berichtjes echt fucking irritant. Want je snapt er nooit echt heel van. Oké, okay, dit is dan. Hij is dus er een duik of zo. En hij heeft een schat gevonden. Oké, okay, maar soms staan er zulke random dingen. Kan ik dat door? Nee, dat is de deur. Oké, okay, fuck deze auto. Ik denk, boeit me toch niet. Ik heb het ook zat. Fuck hem. Zal ik hem opblazen? Ik ga... Oh, ja. Dat is fucking baas. Zo. Hij gaat wel op een goede manier ten onder. Zo, een mooi oliespoor. Zo. Oh ja, tuurlijk. Spring over het hoogste muurtje heen. Toevallig ken ik iemand die dat ook heeft gedaan. Maar die snapt alleen als je die video kijkt. Jullie snappen niet. Oké, okay, nou. Het was leuk met je gereden te hebben. Tot in het hiernamaals. Toch zonde, hè? $1 million car. Gaat nu ontploffen, va. Hij kan zo ontploffen. Dat heb ik al een keer eerder gedaan. Maar deze auto is gewoon fucking sterk, hè. Oh lol, eerst die banden natuurlijk. Is dat een grapje toch, of nee? Oh, dat dacht ik ook. Mooi. Toch zonde, hè. Toch zonde. Zoveel mensen willen die auto hebben en ik blaas hem zomaar op. Ik had wel echt als een baas zoals ik daar over die muur heen gesprongen. Oh ja, tuurlijk. Kijk, nou nog kaps. Kaps. Maar dat was echt een baasactie. Hier is het. Ja, daar kan ik niet heen. Dat is te hoog. Nou, dat zul je altijd zien, hè. Dan ben ik trapped. Ik verwacht de politie. Politie! Halt, politie! Oké, okay, nou in ieder geval, ik moet toch wachten. Hé, je fiets, dat is geniaal. Ik moet toch wachten, want zal ik daar omhoog fietsen? Dan zijn al die polities. Nou, dan maak ik nog één keer mijn zin af. Ik moet toch wachten, want die straatraces die ik wil gaan doen, die kun je alleen s'nachts doen. Dus, ze doen hem. Echt, oh lol, al die politie, zie je ze rennen. Allemaal die agenten, omdat ik mijn eigen auto opblaas. Ik bedoel, serieus jongens, ik heb net een overval gepleegd. Oké, okay, dat was niet gunstig. Ik had de overval gepleegd en toen kreeg ik minder politie. Ik kreeg al 2 sterren, maar toen heb ik bijna geen politie gezien. Dit is doodlopend, of niet? Yep, altijd toch. Nou, ik heb in ieder geval pistool op zak, dat is altijd handig. Oh shit, snel weg voor de politie. Snel, nee, ze zijn snel als mij. Hoe kan dat? Ik heb een fiets. Ik haat fietsen. En niet alleen het spel. Nee, het is klets. Oh, een ramp. Maar die ramp. Oh crap. Dan moet ik nog oppassen dat ik deze video niet nog te lang maak. En ja, dat kan hij dus niet. Snel, pak je fiets. Snel. Weet dat deze video nog zo lang wordt als die andere die ik dus geüpload heb. Ik ben er vrij zeker van. Dat fucked up. Nou, in ieder geval, het is nacht. Bijna. Ja, eigenlijk helemaal niet. Pak in ieder geval deze auto. We hebben in ieder geval vervoer voor straks, voor race. Politie weer, hè. Damn it. Ik heb in ieder geval vervoer. Dat is mooi. Dan kan ik makkelijk ontsnappen. Dat is al heel handig. Als je een auto hebt, gaat dat veel makkelijker, hè. Dat scheelt wel vergeleken met een fiets. Hoop ik in ieder geval wel. Ze hebben een heel trage auto. Ja, we gaan even zodat de politie kwijt zijn. Dan gaan we even de kaart kijken of we nou al een race kunnen starten. Het wordt toch al wat donkerder. Waarschijnlijk niet, want je moet tot een bepaald tijdstip wachten. En het makkelijkste was geweest als ik gewoon mijn safe. Als ik gewoon ging slapen, zeg maar, dan ga je zoveel uur verder. Maar ja, omdat het nou al donker begint te worden, kan het goed zijn dat er straks weer licht is als ik dus ga slapen. Dus dat is niet echt handig. Ik hoef deze auto niet te tunen, aangezien ik aannemen dat die races toch niet zo moeilijk zijn.
Ik denk echt dat deze video iets van 20 minuten wordt zo. Maar oké, we gaan even kijken op de kaart. Alsjeblieft zeg dat er races zijn. Race. Fuck my life. Nou zijn er magere races. Dit is nou net zo'n tijdstip waarbij je niks kan doen. Weet je wel jongens, ik spreek jullie zo meteen weer als het donker is. Anders wordt deze video echt te lang. Dus tot zo. Hey jongens, daar ben ik weer. En we hebben nou een street race gevonden. Dan moet je dus wachten op een bepaald tijdstip. Anders kun je die races nooit doen. En dat is het nou dus. En we gaan even rijden. Ik heb deze auto niet getuned. En de reden daarvan is dat ik bij de vorige street race dus een getunede auto had gepakt. En die was gewoon ja, zeker 10 keer zo snel als al die anderen. Dus we pakken gewoon even deze auto. Deze auto is ook vrij snel. En ja, we zullen kijken. Dan wordt het misschien toch wel moeilijker dan dat het... De vorige keer was, want dat was echt te makkelijk gewoon. Ik kreeg echt volgens mij een lap voor onderhand. Ik weet niet meer of dat echt met laps was, maar het maakt niet uit. We gaan even naar die race toe. Je kunt er nou maar twee, dus waarschijnlijk dat je straks wel meer kan. Maar in ieder geval, ik heb al eentje gehaald dus, en dit is de tweede. En misschien dat ik in de toekomst meer races vrij speel. Misschien na deze al. Ik weet niet, misschien dat het dan ook moeilijker wordt steeds of zo. We zien van niks wel. Even precies tussendoor. Net niet precies tussendoor. Ja, maar dan moet je altijd oppassen. Als je dat dus net die voorband raakt, dan zit die gelijk vast. En dan kun je niet meer rijden. Dat is fucked up. Je kunt ook een motor pakken. Dat is ook wel grappig. Maar ja, als je met een motor verongelukt, ben je gelijk dood. Of 9 van de 10 keer ben je dan dood. Daar heb ik geen zin in. Oh, dat was wel met een motor. Of niet? Oh nee, ze staan daar. Come on! Waar staan al die... Al die Mongols. Oh, ongeveer hetzelfde allemaal. Oh wacht, die is wel getuned. Wauw, ziet er best vet uit zo, even serieus. Die waren langs mij, hè, die heb ik. Precies hetzelfde, ook met zo'n overdreven spoiler erop. Oh shit, die wagens zijn wel getuned. Misschien had ik ze ook maar even moeten tunen. Damn it. Oké, we rijden gewoon door. We maken het gewoon moeilijk voor onszelf. Nou ja, moeilijk. Zegt degene die bijna eerst rijdt. Ik moet zo'n bandje, moet ik ook nog een keertje halen. Maar ik vind het niet vet, omdat ik die al ken. Oh mijn god, de mensen kunnen hem. Omdat ik die wagen al ken uit GTA 4, dan vind ik dat niet meer vet. Want die Veldster die zit ook in GTA 4. Alleen daar is hij niet zo bruut, zijn we niet getuned en alles. En ik heb toevallig nog een volledig getunede Veldster in mijn garage staan. Met zijn overdreven DTM spoiler erachterop. Het ziet er echt totaal niet uit. Maar het is wel grappig. Dus ik denk, ja poei, ik zet hem gewoon in mijn garage. Die hebben jullie als het goed is nog niet gezien. Daar hebben we nog nooit een video over gemaakt. Of in ieder geval. In mijn laatste video dat je in mijn garage kon kijken, zag je hem niet staan. Zou ik zo zeggen. Dan zag je twee Bugatti's. Zo'n Skyline. En volgens mij een auto die gebaseerd is op de Ferrari. Dat was close enough. Oké, dat werkt best goed hoor. Rijden in dit spel. Ik vind dat hier echt serieus leuk. In GTA 4 hadden mensen altijd over van die besturing is klote, weet je wel. En ik hoor hier ook nog heel vaak mensen zeggen dat hier het rijden niet realistisch is. Nee, het is niet realistisch. Maar wat wil je? Ik bedoel, realistisch is niet leuk. Ja, ik vind dat op zich soms nog wel leuk. Bijvoorbeeld Gran Turismo. Daar heb ik echt helemaal kapot gespeeld. Dat heb ik echt helemaal 100%. Gewoon omdat ik dat vet vind met de stuur, weet je wel. Maar dit spel kun je niet spelen met de stuur. Dat is gewoon verschrikkelijk. Ook al kan het wel, of in ieder geval GTA 4 kon je met het stuur spelen, alleen ja, hij reageerde zeg maar niet fatsoenlijk. Als jij je stuur helemaal omgooide dan heel laat, kon je hem echt in-game ook sturen, dus maar ja. Niet alsof iemand een spel met een stuur gaat spelen. En altijd zo leuke, fuck my life. Fuck my life! Zeg niet dat ik daar bij de finish ben. Dat is altijd kut met die drempels, of ja, drempels met die... Die jumps, dan slipt door je auto weg. Ik zit ook helemaal niet vol gas te rijden. Ik zit gewoon een beetje voorzichtig te rijden. Alleen zij zit met beuken. Ik moet maar even eerst, want ik weet mijn god niet waar die finish is straks. Het is toch wel even handiger als ik dan toch even voor de zekerheid eerst rij. Niet dat ik daar ook op het einde ineens voorbij kom. Of dat iedereen daar ook voorbij komt rijden. Daar heb ik geen zin in. Dat vind ik bij de GTR. De GTR heeft echt een enorm goede weg gelegd. En dat is echt zo baas. Ik krijg een berichtje, Geeky Gaming. Sorry jongen, ik reageer zo meteen wel even. In een race kan ik niet reageren. Zeker niet als ik in het record ben. Maar ik heb dan een tijdje uitgehad, berichtgeving en alles. Maar ik denk, ja, ik zal het toch wel weer aanzetten. Maar nu heb ik uitstaan dat mensen die niet in mijn vriendenlijst staan, dat ze mij geen bericht kunnen sturen. En ja, dan zullen we misschien denken, ja, dat is stom jongen. Je kunt wel gewoon berichtjes krijgen van anderen of zo, weet je wel.
Maar als je mij gewoon iets wil vragen, dan kun je dat gewoon doen via YouTube. Dat is denk ik net zo makkelijk. Maar via de PlayStation is alleen maar irritant. Want anders krijg je heel veel berichten van mensen van, ja, voeg me toe. En ja, onderhand weten mensen wel hoe ik erop reageer. Wat is dit voor onzin? Ik word altijd verslagen in al die missies. Kijk dan hier, beat your high score. Dat heb ik iedere keer. Volgens mij komt dat gewoon omdat ik bij het begin, toen ik dit spel speelde, niet aangemeld was of zo. Dat ik gewoon geen score heb. Want ik snap er niks van. Echt in elke missie word ik zo'n beetje verslagen. Ik speel die missies ook niet voor high score of zo, maar... Oh nice, we zijn bij de finish. Come on. Ze rijden mijn kant voorbij. Hierboven, daar werkt die. Oké. Nou, we hebben er gewonnen. Boeia, we krijgen als het goed is. We hebben 500 ingezet. Moet jij kijken hoeveel mensen er mee rijden. Dan krijg je dat toch als inzet. Lijkt mij. Oh jongen, ik heb een wereldrecord. Oh wacht. Ik heb geen wereldrecord. Dat was een sarcastisch. Ik denk gewoon voor één game, weet je wel. Gewoon je snelste tijd. Maar volgens mij heeft iemand dit is in 2 minuten bijna, nog niet eens in 2 minuten gehaald. En ik heb er bijna 4 over gedaan. Maar ja, ik heb ook een kutauto. Dat scheelt ook natuurlijk. Hoeveel money krijg ik? Stap in, kan niet tuteren. No. Damn it. Oh, ik krijg toch wel geld voor. Dat is niet verkeerd. Wacht, ik ga het proberen. Kijk wat dat lukt. Loopt ze door? Ah, bitch. Maar in ieder geval, ja, dit was de video van vandaag. Ik probeer hem toch wel kort te houden. Die van morgen wordt echt enorm vet. Alleen, ja, omdat ik anders vandaag niks meer geüpload kreeg, heb ik een kortere gekozen. Het kan zijn dat de video alsnog enorm laat online staat. Daar kan ik dan toch echt niks aan doen. Dus ik heb mijn best gedaan. En ik hoop dat je het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat een like achter. En dan kidnap ik nou deze mensen. Of nee, zit er iemand langs of niet? Nee, dan jat ik wel gewoon deze auto. In ieder geval, ik zie je de volgende keer weer. En houden we.